over het leven, maar doen alsof je het gewoon snapt. Zeggen dat jij er grip op hebt gehad. Beweren dat alleen jij diegene bent die altijd gelijk had. Jij speelde de hoofdrol, de essentie die het leven omvat. Het verhaal gaat over jou. Alles gaat zoals jij het hebt bedacht. Jij maakt toch immers het leven naar hoe jij het had verwacht. Iemand anders die daar een keuze in had. Want jij bent de enige die echt nooit zijn tekst vergat. Het beste. De anderen zijn slechts B-acteurs op een set vermaakt naar jouw grap. Want jij bent dood. Maar opgeven deed je nooit. Ook al voelde het leven nimmer meer dan een lange, foute grap. Als een voornaamwoord in de verleden tijd in niet de plaats van een anekdote zag, maar in een regel die zich nu in een massale opsomming van cijfers en letters op rechthoekige stenen in een grote, sombere tuin begon. De hij die er nu in vrede lag. Ook een grap is voor een mens een iets dat men waarde en voldoening gaf. Een reden om te bestaan, door te blijven gaan, om opnieuw op te staan. Er weer tegenaan te gaan om dan vervolgens uiteindelijk, als het erop neerkomt, en een puntje het paaltje vond en je het pad ter deugd betrad of je partner met een ander betrapt. Die achievement gelukt had. De prinses uit het kasteel bevrijdt en daarmee de game eindigt in de snelst behaalde tijd. Jij was als een litteken op de maatschappij. Zo een waar iemand het verhaal erachter van voorlas in een bar genaamd De Eenzaamheid. Zodat je dan pas bekwaam.